Kinderalimentatie is voor zowel de vrouw als de man belangrijk. Hij of zij wordt immers verplicht naar draagkracht bij te dragen in de opvoeding en verzorging van het kind of de kinderen. Dit is een van de redenen waarom de stichting Women United Suriname, WUS, een lezing heeft georganiseerd met als thema Vrouwen en mannen overal gelijk. De lezing is gisteravond gehouden in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. De doelgroep was de mens met een beperking. De ondervoorzitter van de stichting WUS, Orfeo Marengo, zegt dat zij zelf naar deze lezing hebben gevraagd. Er behoefte is naar bepaalde informatie. En eigenlijk kunnen ze nergens terecht, dus voor dus die informatie. En gevraagd is geworden aan dus de stichting om dus die avond voor ze te organiseren. Wij hebben gedacht om in het kader van 8 maart, Dag van de Vrouw, dus zo een lezing eigenlijk voor de vrouwen met een beperking te organiseren. De mannen hebben we daar ook meegenomen. Dus als we kijken naar het thema van het jaar, man en vrouw, toch? Die zijn gelijk en moeten het samen doen, hebben we dus de mannen met een beperking ook meegenomen om vandaag hier aanwezig te zijn. En het onderwerp voor vanavond is een kinderalimentatie. En dus stichting Ilse Hewitt-Henaert, die heeft dan een lezing verzorgd voor ons. U zelf hier gezien, we hebben een tolk en ze doet het heel prachtig. En als ze binnenstappen, binnen zo'n een bureau, ministerie waar ze terecht moeten zijn, heb je de mensen daar niet om ze op te vangen en dus die begeleiding te geven. Marengo zegt verder dat de mens met een beperking een bijdrage krijgt van 300 SRD per maand. Zij moeten daaruit alle kosten betalen. De kwetsbare groep in deze, de slechthorenden en doven, wil graag deelnemen aan het arbeidsproces, maar krijgt daartoe volgens haar niet de gelegenheid. Dat de behoefte aan informatie groot is, bleek uit de participatie van de aanwezigen. Brigitte Begundas, hoofd van het Bureau Familierechtelijke Zaken, BUFAS, was de inleider. Het zal u verder zijn opgevallen dat ik in deze met het huwelijk ben aangevangen. Omdat de mogelijkheid tot het vragen van partneralimentatie zich voornamelijk voordoet na ontbinding van het huwelijk, de echtscheiding dus. Thans kunnen ook ex-concubanen, dus mensen die gewoon samenwonen, langdurig samenwonen, bepaalde zaken in een samenlevingscontract vastleggen en bekrachtigen bij een notaris. En als die twee mensen uit elkaar gaan, kan de ene ex-echtgenoot, ex-concubaan, zeg maar, zich ook wenden door de kantonrechter om partneralimentatie te vragen. Maar we richten ons thans even op de ex-echtgenoten. Mensen die zijn getrouwd en die gaan scheiden. Degene die de... Dus die bij concubinatie staat niet zo. Nog waar? Gewoon samenwonen. Dus bij samenwonen kan men het ook vragen, maar dan moeten ze hebben vastgelegd. Brigitte Begundas, hoofd BUFAS, die gisteravond de lezing heeft verzorgd voor de stichting WUS. De lezing is gehouden in de zaal van de Kennedy Stichting en was bestemd voor de mens met een beperking.